Okay, people, let's go to work. Erik. Vincent. Erik. Wat doe je Vincent? Daar? Wat ben je aan het doen? Ja. Ik sta wel heel hoog. Oké. Okay. Wat de hel? Ja. Wat de hel? Welkom, dames en heren, aflevering 73 alweer van Disney Cruise. En Erik, kunnen wij het vertellen aan de kijkers? Zullen ze het geloven, denk je? Of zullen ze niet schrikken? Misschien wel. Ik ga proberen na deze video, dan weten ze meer. Ik ga proberen naar je toe te komen. Durft. Oh. 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 Ja, daar komt hij. Oh. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Komt hij maar. Oh. Voorzichtig. Oh. Ja. Oh. Yes. Nee. Nee, dat wordt hem niet. Wacht, gelijk oversteken. Oké. Okay. Oh! Oh! Ja, yes, dat dacht ik wel. Gewonnen. En, nou, zal ik het vertellen aan Erik? Erik, hoor je me nog? Doe maar. Ja, Erik. Ja hoor! Ja! Ja! Hallo! Hallo! Ik zie je nog. Ja. Zal ik het gewoon laten zien? Dan weten mensen het al. Laat het maar gewoon zien. Chop. Tjokke. Het is net zo'n grijpmachine, weet je al? Dan... Pling! En dan ongeveer hier zo zeggen wij van... Hoppakee! Zo! Ik denk dat het nu al duidelijk wordt, denk je niet? Hmm. Helaas moeten we afscheid gaan nemen van een attractie die... bijna een record heeft gehaald met het aantal bezochte keren, denk ik. Denk je niet? Denk ik wel, ja. Hij staat er al heel, heel lang, hè? Het is namelijk de Tarzan. Ik haal het bordje weg. En ik ga er iets nieuws naar plaatsen. Indiana Jones, de rit. Dames en heren, dit is besproken. Nou ja, niet helemaal. Oh? Maar, ja... Huh? Gaat hij weg? Hé? Hey, is er wat niks? Nou ja. En dit is half besproken. En ja, het is het beste. De Tarzan nam te veel plek in, vond ik. Het was een heel mooie attractie. Alleen hij was echt te groot en te onoverzichtelijk. En nu hebben we zoiets van... we gaan iets in diezelfde stijl doen. En dan kwam Koen... Volgens mij, als ik het goed heb uit mijn hoofd, die daarmee bezig was. Ja, die kwam vanochtend met de reactie tegen mij van... Vincent, is het niet leuker als wij een Indiana Jones maken? Met een leuke tempel en zo. En ik zeg, nou, dat is best wel een prachtig idee. Ik bedoel, de attractie Indiana Jones wordt nu in Disneyland Parijs... omdat die 20 jaar lang in de park staat, gaan ze hem weghalen. En ze gaan hem opnieuw bouwen, omdat hij gewoon heel gammel is. 20 jaar geleden hebben ze de attractie gebouwd... En ze hadden zoiets van, deze attractie gaat binnen een jaar gaat hij weer weg. Het is gewoon een kleine attractie die gewoon eventjes wordt gebouwd. En dat ze die na een aantal jaar weer met een vervangende attractie gaan maken. Heb ik gelezen trouwens. Niet dat je denkt dat ik zo van Disney weet, maar ik had het gelezen. En die attractie is dus zo'n succes geworden bij het publiek. Dat ze eigenlijk het altijd hebben laten staan. En nu na 20 jaar is het zoiets van, oké, hij is te oud aan het worden... Hij moet gewoon gerenoveerd worden, want hij valt gewoon echt bijna uit elkaar, die attractie. Dus dat is een beetje het verhaal van de Indiana Jones in de Disneyland Parijs. En bij ons is het verhaal dat we dus ook eentje gaan bouwen, net als bij de originele Disneyland eigenlijk. Zo. En met deze informatieve bron kunnen iedereen weer netjes slapen vannacht. Ja, of men heeft nu nachtmerries natuurlijk. Dat kan ook. De laatste kans is nou voorbij, hè? Helaas. Nooit meer de Tarzan. Nooit meer de Tarzan. Ja. En mensen denken van, kijk hoor, die aap gaat weg natuurlijk. Mooi in de aap gelogeerd natuurlijk. En inderdaad, het dark ride gedeelte gaat weg hier natuurlijk. We gaan echt heel veel opschonen. En ik dacht, dat ga ik gewoon in de video doen. Want ik dacht, ja, jullie moeten ook een beetje weten hoe het er staat met de statussen van het park. Dus dat is heel mooi dat we dat even in een update video kunnen doen, toch?
Nou, dat lijkt me wel. Ja, toch? Zijn ze gelijk op de hoogte? Inderdaad. Ja, ik denk dat hier wel negativiteit over komt, hoor. Over dit, dat we... Ja, daar worden komen haatmails komen. Ja, er nou aan. Ja, dat gaat... De Tarzan fanclub, die zal in ons... Die komt echt in actie nou, hoor. Ja, want het was natuurlijk een attractie met... deze Tarzan had natuurlijk een record met loopings. Dat heb ik expres gedaan. Deze achtbaan had namelijk 3 loopings. Een stukje darkride gedeelte wat best wel groot was. Wat ik nu ook sloop, zie je het. Het was best wel gaaf. En wat natuurlijk... het was een van de grootste achtbanen in het hele park, dat ook nog is. Maar als je kijkt hoeveel plek het in beslag nam, dan schrik je helemaal wezenloos. Aangezien we ook een compleet bos hebben staan hier, wat we nog kunnen vervangen. Is het gewoon heel erg fijn om deze attractie helemaal lekker te vernieuwen en verfrissen met iets nieuws. En zelfs het weghalen kost veel tijd. Stomme bomen allemaal. Het is zoveel landschap dat het gewoon veel tijd kost om weg te halen. Maar, als het goed is, moet dat wel gaan lukken, denk ik. Giovanni? Is Gio er niet meer? Oh. Gio! Gio is stil. Gio? Jammer. Ah nee, die is er stil van. Stil van geworden. Dat is ook logisch. Ja, natuurlijk. Het gaat wel om... ook niet niks. Maar jullie wisten inderdaad niet dat er een... Dat is nee! Een ging, hè? Dat is echt niet zo. Nee! Dat ging zo. Want vanochtend was eigenlijk... Ja, Koen, het kon eigenlijk door Koen, dus ik moet eigenlijk Koen de schuld geven. Oké, ja, inderdaad. Dat dus dat... alle haatmail naar Koen. Koen, Koekamonda. En dan praten we nergens over, dat beloof ik. En misschien kan... Dragon of Erik even hier naartoe tp'en, dat je alvast hier wat kan maken. Want ik maak namelijk een heel speelveld nu. En in het speelveld kan je alvast iets bouwen. Want ik had gevraagd of jullie het wou proberen te bouwen. Het was namelijk een... je gaat het pas zien dadelijk als het af is natuurlijk. Misschien kun je het wel doen tijdens de video bouwen. Ja, wat? Oh, datgene waar ik je net opstuurde. Ja, het geheime ding, ja. Oh, nou Irma, daar gaan we. Hier heb je een plek voor je. Je kan hem lekker in de hoek doen hier. Ik zou het niet hier in de hoek, bij he? De muur doen. Ik zou het nee. Wel wat ruimte overhouden. En dan... Welke kant moet hij op kijken? Doe maar naar mijn kant, waar ik sta. Joehoe. Oh ja, nou goed. Gaat dat lukken, Irma? Nee. Oh, ik sloop de hele godse boel. Oh, dat plaatje is zo minuscuul klein. Wat te maken, dat kan. Alles valt te maken, Irma. Is Roy dit wel? Nee, dat is er ook niet. Zo, ik heb hartstikke veel gesloopt hier, joh. Zie je het? Oh. Sorry, hoor. Tegen ons sorry zeggen dat jij dingen aan het slopen bent. Spijt me. Dat zou ook niet kunnen, hoor, maar... Kom, dan gebruik ik weer mijn pickaxe, mijn super pickaxe krachten. Dan gaat het weer helemaal mis. Zo. Het is ook lekker rustig. We zitten s'avonds nu in de server. Er zijn een paar VIP's en een paar medewerkers online. En een paar mensen. Mensen, hè? Mensen. Een paar maar, hoor. Een paar. En ik haal die boom even weg, want dat heeft natuurlijk niks met Indiana te maken. Zo. Hoppakee. Dit boompje. Zo. Ik neem aan dat jullie wel de Indiana films kennen. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Emma ook? Dat liedje ken ik wel, maar... Helaas heb ik de film nog niet gezien. Oh. Ja. Nou, Irma... Zalig. Nou, dat je huiswerk. Ja. Leuk dat je was, Irma. Nou, Indiana Jones is wel een klassiekertje natuurlijk. Echt wel. Ik heb pas weer gekeken met Roby. Hebben we alle afleveringen gekeken. Ja, dat was wel een leuk, leuk iets. Welke vond je de leukste dan? Oh jee, de leukste, de beste. Oh jee.
Ja, ik vind eigenlijk altijd nog de derde vind ik echt een prachtige film. Vooral omdat, ja, Robbie gaf het aan, maar ze heeft er eigenlijk wel heel gelijk in. Ze zei namelijk dat het vechten een beetje nep was. En ik had zoiets van, ja, maar het is natuurlijk wel een oude film. Maar je merkt toch, en daar heeft ze wel gelijk in, dat het vechten veel beter wordt na de derde film. Echt Ah. een verbetering gewoon. Je ziet het gewoon. Het is gewoon echt veel beter. De vechtscènes en zo. En ja, zo heb je wel positieve dingen. Maar ik vind één dan wel weer een oldies klassiekertje. Maar ja, toch heeft drie ook wel zijn dingen. Dus ik denk dat. En twee is ook wel gaaf met het mijnkarretje Temple of Doom. Maar een beetje een simpel verhaal. Ja, ik denk. Lastig, hè? Ja, het is echt verschrikkelijk lastig. Want waar twijfel jij tussen, zeg maar? Ah, die ene in die koningsgraven, zeg maar. Dat is één toch met dat zijn gezicht smelt? Dat was de. Dat is de Met die eerste. ark, zeg maar. Ja, oh, die niet? Ja, nee, die vond ik niet. Ik vond die met die bekers vond ik wel gaaf. Dat hij aan het eind moest kiezen. Dat is. De Ja, dat Fountain is of drie. Youth, Ja, dan zeg ga maar. ik Dat die is ook kiezen, drie. inderdaad. Dat is drie. Die vind ik ook ontzettend goed, als ik eerlijk ben. Want dat is inderdaad, ze moeten een beker kiezen en dan gaat het helemaal mis. Nee, dat klopt, ja. Zo, NPC's weghalen. Nee, die ga ik ook voor stemmen. Dat was ook een goeie. Ja, zeker weten. Onze grote vriend, hè, Dr. Jones. Zeg altijd, hè? Dr. Jones. Dr. Jones! Ja. Nee, ik stem inderdaad voor drie. Bram, heb jij nog een stem voor? Dat je denkt van, nou. Ja, ik was enkel ik wel die eerste film als alleen puur omdat hij. Hij is al heel oud, maar. Je ziet ook echt nog de. Eigenlijk bijna het amateuristische van Hollywood. Dan. Dat ze wel hun best doen, maar toch. Je ziet dat die kneuzigheid. Nee, van. Maar ook een manier dat ik denk van ja. Zo is het ook voor iemand die niet zo heel ervaren is. Is nog in de buurt te komen. Terwijl als je kijkt die films die ze nu gaan maken. Ja. Dat kun je als beginnend iemand, ja, die kun je niet meer namaken of zo. Maar welke vind je dan het beste als je zou mogen kiezen? Wat zeg ik, nummer 1? Nummer 1, kijk. Ja, die is, dus, het is natuurlijk allemaal ook. Het zijn klassiekertjes. Toch raar dat deel 1 zo weinig wordt gekozen. Of door deel 2 zo weinig wordt gekozen. Maar ja, vond je ook niet een beetje simpel verhaal? Dat vond ik toch wel. Ja, dat was eigenlijk. Ik vergeten, deel 1 was. Die daarvoor kwam was gewoon eigenlijk zo goed. Dus toen. Toen er twee uitkwamen en hij tegenviel, was ook meteen gewoon heel zwaar van ja, jammer. Ja, klopt. En zijn er nog meer mensen in het kanaal? Irma, je hebt de films ook gezien? Welke films? We hebben het over Sylvester Stallone Nee, films. Heb ook je die niet. nooit gezien, nee? Nee? Oké. Oh. En heb je toevallig Indiana Jones gezien? Wie is in de Jones? Dat zei ik net al. Oh. Ja, maar ik Oh, geloof het nog ja. steeds niet. Kun je het nog een keer zeggen? Maar. Nee. Jij hebt nog Ja, geen. ze is misschien te jong ervoor om het te herinneren. Ja, misschien. Ja, maar dat is wel echt heel Dementie. erg hoor. Dat je geen Indiana Jones film hebt gezien, dat is heel erg. Dat is echt een stukje, hoe noem je dat? Herinnering misschien ook wel. Filmhistorie. Filmhistorie. Film is nog Dat is mooi. mooi gezegd. Ja, mooi gezegd. Wauw. Filmhistorie. Ja. Maar ja, Irma kent natuurlijk alleen How to Train Your Dragon. Nee, niet alleen die. Nee, En tuurlijk niet. natuurlijk alle Pixar-films. Toch? In ieder geval wel. En even kijken, de DreamWorks-films. Ook al heb ik ze van DreamWorks ook nog niet allemaal gezien. En de Disney-films. Die heb ik Dat moet ook nog wel niet allemaal natuurlijk. gezien. Nee? Nee. En dan heb je natuurlijk die andere soort films. Je hebt er nog één hoor, zo'n Disney-picture-ding film. Niet Pixar. Ja, ook. Maar je hebt er nog één. Verdikke me, hoe heet die nou? Je hebt DreamWorks. En je hebt nog één. Van de makers van, ik geloof, Shrek.
Kijk, dat is dat Pixar en DreamWorks. Dat kan wel kloppen. Sky, dat is je hebt ook Sky nog wat. Hoe heet die Sky? Oh ja. Ja, iets met Sky, hè? Jullie weten het wel. Ja. Skyworks of zo. Skyworks, dat iets, zoiets. Ik zal het even opzoeken. Nee, is goed. Er is er nog eentje met. Ik vond het Sky. Oh, dat zou best kunnen, ja. Nee, als ik kijk naar Skyworks, kijk aan een steiger. Nee, het is er nog eentje, hoor. Bram. Je hebt meer Disney. Je hebt nog eentje van. Slopen! Kijk. Nee, ik wil wel weten wat dat heet, jongens. Want ik heb hier. Nou, ben ik ook wel benieuwd. Ja. Dat is geen grapje, hoor. Ik zat even gewoon te bedenken van. Ja, welke ik allemaal kon. Van. DreamWorks en zo. Ik heb hier wel een paar films staan, maar dat staat volgens mij niet op. Pixar. Oh, hier, wacht even. DreamWorks. Ja, dat zeg ik, DreamWorks. Sorry. DreamWorks, die hadden we al. Ja, hey, die hadden we al. En nog iets met Sky, dacht ik. Veel doen, hè? Wel, het is DreamWorks of Pixar. Maar vroeger, het kan zijn, Pixar heeft. Heeft ook nog een andere naam natuurlijk eerst een tijdje gehad. Ja. Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik eigenlijk. Ik zat te denken van waarom ben ik nou zo'n fan van Pixar? Maar dat is eigenlijk door één ding gekomen. Dat is dat de eerste film, namelijk A Bug's Life, een luizenleven, is een eerste film geweest van Pixar. Animatiestudio's. Nee. Jawel. Nee, een eerste film was Toy Story. Was de eerste maar dat van hebben ze nog gedaan onder Pixar, dat Pixar nog niet volledig van Disney was, maar dat Pixar samenwerkte met Disney. Ja. Oh, meen je dat? Ja. Dat was Toy Story. Dat was een eerste verhaal. Nee, meen je dit? Ja? Ja. Echt, joh? Oh, ja. Wauw. Het is oud, hoor. Want ik dacht dat het luizenleven was. Nee, het luizenleven kan veel later pas. Nee, ik kom even binnenvallen. Hallo, inderdaad, Dio. Gelijk. Hoi, hoi. Toy Story was de eerste Pixar. En waarom stond luizenleven dan? 1995, maar liefst. Mm-hmm. Waarom stond luizenleven dan? Het Toy Story komt toch uit 1998 of 97? Nee. Toy Story 1995, Luizenleven uit 98. Nee, dat meen je echt niet. Ja. Jawel. Ja. Ik keek op Movie Meter bij Pixar films en dat is hun eerste film. Nu ga ik het opzoeken ook. IMDb, want nou ga ik echt twijfelen aan mezelf, jongens. Pixar movies. Nou, we gaan hem zo krijgen, hoor. Ja. Nou, even kijken, hoor. Wat zegt ze bij Disney? Verdikken me. Ja, bij Disney heb je ook verschillende. Van de. Je hebt Classic. Je hebt gelijk, joh. Wat de hel. Ja. Ik dacht dat Toy Story later kwam, joh. Nee, Toy Story is een eerste. Oh, mijn life is destroyed. Sorry, Vincent. Shit. Ja. In de hoekje. Oh, wat erg, hé. Ik dacht dat de eerste film was die ik heb gezien. Ik heb Toy Story heb ik vast later gekeken, volgens mij. Ik denk, ik heb tv, heb ik het gevoel. Dus, maar ik dacht dat Luizenleven, maar die heb ik in ieder geval wel nog in de bioscoop gezien. Dus dat is in 98. Nou, toen was ik, even kijken, dan gaan we tellen. Hoe oud was ik toen, mensen? Jeetje. Ik ben geboren in 89. 9 jaar. Ja, ik wou zeggen. 9 jaar oud, ik kan het nog herinneren. En dat vind ik wel vet, want die film heb ik eigenlijk nooit meer teruggezien. Ja, tuurlijk wel, maar niet op Blu-ray heb ik die of zo, op DVD, dus eigenlijk wel een schande. Oh nee, ik heb. Oh, je hebt ook nog Blue Sky. Die denk ik, die bedoelde ik, ja. Mm. Met Sky inderdaad. Welke films maakte die? Ice Age. Ice Age. Bracket, Oh ja, ja, klopt. Ja. Mm. Die heb ik natuurlijk ook, die bedoelde ik. Wat wou je nou zeggen? Wreck-It Ralph? Nee, die was van... God, die is van Pixar. Ook? Volgens mij ook, ja, hoor. Fuck my life, jongens. Nou wordt het echt heel erg. Ja, echt eng wordt het. Jij kent ook echt wel de verschillende stijlen, hoor. Oh, Epic is ook van Blue Sky. Ik zie dingen erbij staan, hoor. Of Wreck-It Ralph, volgens mij. Ik zie wel
Brave natuurlijk. En dan Monsters University. Oh nee, Wreck-It Ralph, dat is echt alleen Disney. Oh, gelukkig. The Good Dinosaur. Finding Dory. En natuurlijk... Die wil ik ook wel zien. Ja. Finding Dory, ja, die ga ik sowieso naar de bioscoop. Ik ga alle Pixar films ga ik nu naar de bioscoop. Hallo mensen. Ken Henken en Rens Meijn, dat zijn nog een beetje mensen die nog even opblijven. Anneliesje. Hallo. Wat heeft hij... Kom eens kijken, wat heeft die nou weer voor skin? Is dit is dat van Star Wars? Dan? Volgens mij is dat van Star Wars. Die, waar? Die gozer, Ken Henken of zo. Ken Henken. Kijk, ja, dit is... Is dit zo'n Star Wars? Hé, hey, dat is zo'n... Yoda. Oh, dat zijn die... Nee. Nee, dat zijn van die beertjes, hoe heette die? Ja, wel van Star Wars, maar... Yoda's. Ewoks. Ewoks. Ewoks? Ewoks. 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 Ja, dat zijn zogenaamd hele schattige beestjes, maar als ze boos worden, nou berg je dan maar. Mm-hmm. Ja, echt, zijn, maar dan heb je geen leven bij ze. Er zijn toch geen knuffelbeertjes meer? Dan niet. Wat, joh? Ja, je hebt ook nog 20ste centuur... Wie Fox? Century Fox. Ja, Century Fox. Oké. En vergeet niet, je hebt ook altijd nog een hele gouden oude, heb je nog Warner Bros. Hè? Die maakt ook nog steeds ja. En Paramount. Paramount Pictures. Paramount, ja. Heb je ook nog, ja. Oh damn, is dit zo allemaal op te zoeken, jij? Nou, ik had een plaatje met vier. Met... Paramount ken ik nog van Popeye. Oh ja, ja, klopt, ja. Pop bij de Sailor Man. Trouwens, Vincent, misschien ik weet niet of je dat kan doen, maar wat was jouw eerste. Het eerste film die jij tussen in de bioscoop hebt gezien? De eerste film? Ik denk, weet niet zeker. Of een luizenleven, maar als Kabouter Plop en de Kabouterschat eerder kwam, dan is het Kabouter Plop en de Kabouterschat. Ah ja. Oh ja, die heb ik ook nog. Mijn eerste film was toen nog met The Lion King, toen hij echt net uitkwam, nieuw. Oh, vet. Oh, dat kan nog een film, hoor. Ja. Dat was de eerste film die ik in de bioscoop zag. Mijn vet, eerste joh. Was een Pixar. Nee, was joh. Chicken Little. Die is die van Pixar, schat? Ah. Of Disney, tuurlijk. Oh, toch al. Oh, nee. Dat Disney. Is echt een foute titel, hoor. Chicken Little is wel leuk. Maar die moet ik alleen zien, dacht ik, hoor. Ja, die is leuk. Is dat in die... Dat goos die gepest wordt? Ja. Basie. Oh, nee, heb ik hem gezien. Ik moet alleen nog B-movie of zo. B-movie. Oh, die heb ik al gezien. Die heb ik ook gezien. Geen idee. Die vond ik wel leuk. De animatie die ik nog moest zien. Ja. Ja die is wel leuk, ja. Ja, die is leuk. Hoort die zo smal bij elkaar, die ogen? Hè? Huh? Dat zijn neusgaten. Oh, sorry. Oh, ik dacht al. Dat klinkt die echt heel raar. Als je nee, hier precies. Staat, kijk dan. Nee, dit zijn neusgaten. De graaf, joh. Ik vind ogen die komen eng. Hier een stuk hoger. Dit komt in een grot te staan, hè? Van de Indiana Jones attractie. Mm-hmm. We kunnen ook een achtbaan maken en ook een dark ride in één. Dat lijkt me ook wel heel gaaf trouwens. Ah ja. Ja, ik zit te denken. Misschien moet je... Als je het kan werken, moet je eigenlijk... met die grote keien werken. Dat stukje... Wanneer jij naar beneden komt... Dat die balgian... Dat als begin van de overgang van dark ride naar echt achtbaan. Dat kan ook nog, ja. Dat is natuurlijk echt het legendarische ding wat in één keer heel snel moet zijn. En zo hoedie vergeten. Hoedie. Zo hoed, ja, zo hoed, ja. En inderdaad. Hij breekt liever zijn hand dan hij hoe het kwijt is. En Erik, wat is jouw eerste film? Want je bent natuurlijk al 40 jaar. Oeh, yeah. Oh, dat is niet helemaal goed. Nee, joh, Erik is wel onze oudste crewlid, maar hij is nog lang geen 40. En dat haalt hij met gemak, want hij rookt niet en hij leeft gezond, hè? Zo is het toch? Ja. Dat is ook, ik rook ook niet aan mensen. Het is smerig. Ik vind het altijd zo smerig. Als je dan 's ochtends bij de metro staat, en dat meen ik echt serieus, misschien ben ik een zeiker, maar ik weet niet, echt waar. En dan praat je bijvoorbeeld met iemand die heeft dan net gerookt. En dan voel je net je wenkbrauwen wegschrompen. Zo smerig, weet je wel. Dat je even voelt en dan ben je gewoon helemaal, hoe noem je dat? Ja. Als dat van je af is gescheurd, hoe heet dat? Zo'n strip. Zo'n strip. Oh, ja. Geharst. Geharst. Ja. Geharst. Opa. Hè, dat voelt net alsof je geharst bent. Hoe weet je dat?
Of, nou, ja, dat voel ik dan. Was dat hasje? Oh. En Rovi? Die is ja, niet. Ja, dat is wel. Kan je Rovi schuiven? Want we hebben natuurlijk ook een belangrijke vraag voor Rovi. Oh. Ja. Nou, slepen zou ik zeggen. Ja, kan ik niet eens in de opname, sorry. Kan iemand een slepen? Ah, ja, ja. Ah, oh, tof. Gedaan. Hallo. Oh, Jezus. Hoi. Rowie? Oh Jezus, hallo. Nou. Jezus, dat is een goede het, film. Dat wou is een hele goede. Wat is jouw eerste bioscoopfilm geweest, Rowie? Ja. Ja, die ken ik, maar ik vond Nee ook wel heel erg spannend. Alhoewel, bij jou zaten er meer cliffhangers in, dat klopt. Ik vond vooral Twijfel heel leuk. Ja. Vond je niet hoor? Nee, weet je het niet meer? Want we kijken nou even in het hotel. Jij was klaar met de kamers. Nee. Oké. Okay. Nee. 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 Oh, wie? Dan ga ik even de gang een beetje mooi maken, hè? Ik weet niet hoe je dat precies wilt hebben. Oh. Vind je dat goed, Romy? Mag ik dat doen? Ja. Yeah. Kun je de gang een beetje mooi maken? Ik weet niet hoe je dat doet met objectjes. Met misschien wel TNT en zo. Nice. Nee. En dan afsteken. Ik wil dat het een terroristenhotel is, natuurlijk. Ja, je hebt ingericht, dus ik verwacht niet anders. Het zijn wel hele mooie kamers. Ik zie al gelijk een heel mooi kamertje hier. Ik denk dat ik er wel één ga reserveren voor mezelf. Nee, mag niet. Jawel. Dat doe je toch niet? Oh, dat vind ik een mooie. Oh, dat glas ook met die spiegels. Het is wel echt geüpgrade hoor, de hotels. Ik zal er wel een sign bij zetten, gereserveerd voor Vincent. Hallo. Ja, hoi. Reserveer. Oh, wij mogen geen kamertjes, hè? Nee, ja, mag niet. Kom wel goed. Bouw jij je eigen kamer maar. Nee, ik gewoon bij mij inwonen. Jullie kunnen gewoon bij mij slapen. Dan gaan we gewoon een paar bedden. Dan gaan we gewoon wat afleveringen opnemen. Dan plaats ik gewoon wat bedden in de woonkamer. Dan gaan we gewoon even objecten verschuiven. Wat meubilair. Meubilair. Oh, feestje. Nou, dat zie ik dan nog wel branden. Ja, inderdaad. Niet te hard van stapel. Niet te hard, lopen. Nee. Wat is toch gezellig met je popcorn, filmpje erbij. Pixarfilm. Bijvoorbeeld. Dat is wel een goed idee, ja. Lijkt een goede Pixarfilm. Ja, wat noem jij een goede Pixarfilm? Hé. Hey. Ja, wie ik? Wat noem jij een goede Pixarfilm? Zeg het maar. Ja, voor mij, wat ik al zei, omdat dat de eerste ook Pixar-film was die ik heb gezien, is blijft denk ik toch wel de Toy Story 1. Och, en jij, Rui? Ja? Ja. Hè, is ook een goede. Even goed is als heel ja, goed, even ja. Goed als ja. Maar ik heb spannende gehoord van je. Wat is jouw favoriete Pixar-film? Oh, die. Weet ik niet. Ook zo bijzonder. Ja, ook heel bijzonder, ja. Want, denk Rapunzel dan, ja. Rapunzel? Ik vind de shortfilms. Dat is niet van Pixar. Nee, ik wou zeggen. Ja. Ik vind de shortfilms van aan Pixar Disney wel goed. Aan het denken. Nee, van Pixar. Geen Brave, toch? Maar ze hebben die shortfilms, hebben ze ook. Pixar, nee, Brave is niet van Pixar. Ja, zo. Ook van wel. Disney. Ze zijn 100% van Pixar. Brave is... Nee. Jawel, 100%. Pixar, ja? Pixar is Disney, hè? Ja. Brave is een film die eigenlijk te weinig in de... gewoon te weinig in de community was. Gewoon een film die niet veel besproken werd. Omdat, ik weet niet, Brave was wel de eerste film waarin een vrouwelijk personage de hoofdrol kreeg. Dat weet ik nog 100% dat door Pixar zelf werd gezegd. Pixar dus de eerste. Alle andere films van Pixar hebben een mannelijke hoofdrolspeler. Ja, dus dat is wel grappig om te weten. Ja. Van Pixar, oké. Okay. Ja. 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 Hallo? Ja, ja, ja. Hallo, Gio? Hoi. En wat is jouw favoriete Pixar dan? Ik denk Wall-E. Oh ja, prachtig hè. Maar bijvoorbeeld bij Up ook hè, wat hebben we het met Robbie er pas over gehad. Dat gewoon bij de eerste paar seconden al gelijk zit je te janken. En dat is gewoon knap hoe Pixar in die vijf minuten die ze hebben een verhaal vertellen waarbij je al tranen in je ogen krijgt. Dat is echt bijzonder. Kijk, ik snap wel hoe ze dat brengen. Sowieso, het is al heel sterk als je natuurlijk een oud opetje gebruikt en een oud omaatje. Dan is het al automatisch heel zielig, weet je wel. En dan
je weet dat de ene krijgt problemen. Ik weet niet of het met een ziekte wordt verteld. Dat werd mij echt nooit duidelijk. Maar ik heb het wel het gevoel gehad dat het wel ging om een ziekte. Ik weet niet zeker hoor. Maar weten jullie het toevallig? Nee. Ik moet schoon bekennen. Ik heb nooit de film gezien. Oh. Oh my god, bro. Nog nooit Up gezien? Heb jij nooit Up gezien? Nee. Ik heb niet veel. Niet zo veel Pixar-films gezien in totaal. Oh, wat zonde. Echt waar. Ik heb geen spijt van, maar ik heb alle films gekeken van Pixar. En het is gewoon dat je het gewoon moet. Je moet gewoon alle Pixar-films kijken. Ja, maar ik ben een arme student. Ik heb geen geld voor een filmpje. Ali Illegaal, je moet dan even opduiken in je. Ja, maar dat doe ik niet. Oh. Ali Illegaal is naar huis gestuurd. Oké, oh wauw. Nou, nee, dat is juist niet naughty, Emma. Mhm. Oh wauw, dus jij downloadt nooit films, joh? Nee. Wauw. Maar is dat echt een bewuste keuze? Ja. Okay. Ja, dat is, heel goed. Ja, ik heb zo'n zo. Eigenlijk letterlijk, als ik een film heb, wil ik gewoon echt het doosje hebben. Daar had ik altijd dat ik de videobanden heb van Disney. Ik weet nu nog hoeveel videobanden echt. Echt absurd veel. Die ga ik niet downloaden. Ik wil ze op videoband hebben. Wow. Okay, ik heb de Lion King nog op videoband. Ja, die heb ik ook. Ik ook, zeker weten. En ik weet nog, heeft mijn moeder toen ooit verteld. Dat was echt grappig. Als die videoband afgelopen was, dan ging ik huilen, heel hard huilen. En dan moest mijn moeder de videoband terugspoelen en dan moest ik hem weer opnieuw kijken. En meestal keek ik hem dan 3 keer op een dag. Echt? Ja, echt waar. Ik weet nog wel. Ja, 3 keer op een dag gekeken was. Mijn favoriete film. Ik denk dat Bardo dat heel erg accepteert. Want Bardo is ook helemaal verliefd op Lion King. Dat vind ik een prachtige film. Ja, Lion King was en nog steeds is gewoon een supergoeie film. Maar het is niet fix. Ze zijn van Disney. The Lion King was een van de allerlaatste films waar Disney ook zelf aan heeft gewerkt. Weet je dit? Ja. Ja, Walt Disney's ene laatste film. En hij heeft zelf... De eerste film waar hij echt helemaal zelf, zonder al bestaanssprookje, zelf had opgebouwd. En hij heeft ook echt eerst mensen erop af laten sturen om echt Leo te leren kennen van wat doen ze. En heeft ook echt emotie willen pakken. Ja, dat is mooi hoor. Je kon zien, hij kon echt een film maken. Ja. Nee, ja, het is echt een prachtige film, dat zeg je eerlijk. Alleen, deel 2 was toen een beetje... saai. Minder, omdat natuurlijk met een nieuw karakter, een nieuw meisje. En dan hebben we snel van, ze gaan wel een beetje afdwalen. Maar ik vond het wel gaaf dat ze sowieso een deel 2 maakten. En toen daarna kwam natuurlijk eigenlijk 2,5, hè. Ze noemen het deel 3. Ja. Maar alternatieven was 2,5, dat het tussen de twee delen afspeelde. Met Timon en Pumbaa meer gericht. Vond ik wel leuk. Alleen ik denk dat het meer uitgemolken was. Maar toch wel geen slechte film hoor. Ik vond het ook wel beter dat ze het een direct-to-DVD film hebben gemaakt. Ja. Dat ze dat niet hebben gezegd van laten we dat naar de bioscoop toe brengen. Nee, dat zorgt alleen maar voor meer negativiteit natuurlijk. Ja, klopt. Ja, ik moet zeggen, ik had die niet gekeken. Ik had wel naar deel 2 gekeken, maar die vond ik ook al heel sterk tegenvallen. Maar, dat zag je vaak in die tijd met films. Natuurlijk, in deel 1 word je echt het verhaal gegrepen. En in deel 2 was echt eigenlijk zo van, je moet een verhaal op een succesverhaal gaan maken. Ja, dat gaat wel lukken. Nee, klopt. Nou, heel slim gesproken, Bram. En ik denk dat Irma zo meteen weg moet. Ik moet toegeven dat ik The Lion King deel 2 voor het eerst in het Engels heb gekeken. Oké. Okay. Sorry Irma, ik dacht dat je zei ik moet gaan. Ja, dat is ook wel een beetje het geval. Dat gaat ze nu zeggen, dacht ik al. Ja, je tijd is weer gekomen, hè? Mm-hmm. Nou, eigenlijk had ik al een half uur geleden moeten... Dat klinkt zo slecht, hè? Tijd is gekomen. We gaan even kijken wat Irma heeft gemaakt in de tussentijd. Want dan sluit ik hier af. Ik heb eventjes niks gemaakt op dit moment, want ik heb het nogal druk met andere dingetjes was ik nog bezig. Oké, maakt niet uit. Nou, dit wordt hier iets heel vets wat bij de Indiana Jones past. En
Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Het was een lange, informatieve, gezellige crew video weer. En dat mag ook wel weer eens een keer. Jullie weten nu hoe het update en analys is stout geweest hier. We zien hier het bewijs. Kom maar even mee. Kom maar mee. Wat is Annelies? Oh, Annelies Jong. Annelies. Kom maar Annelies. Ja, Annelies Jong. Jongen. Niet eens, maar. Hoe is dat gekomen? Annelies. Kom maar Annelies. En hup, gaan. Stout. Yay. Oeh, was ze er overheen geklommen? Ik denk het. Oh. Stout. Wat is het? Zit ze daar zo te knikken met haar hoofd? Echt droog. Stoute slof. Stoute slot. Nou goed, dan... In de hoek. Oké, nou bedankt voor het meedoen iedereen. En tot de volgende informatieve Disney Craft video waar we verder gaan met deze Indiana Jones attractie. Dus we gaan stiekem nog even bouwen eraan, toch? Hoop ik. Ja. Ik wel in ieder geval. Mm-hmm. Doei doei! 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 Je hebt trouwens nog steeds je roze halsbandje. Mm-hmm. Ik hou van roze halsbandjes. Oeh, lekker roze. Mm. Ja, oeh. Maar kan je aan je halsbandje nibbelen? Jij wel. Oh ja.